Hallo allemaal en welkom op de vlog van zaterdag 10 december al. Ja, de dagen vliegen echt voorbij. Vergeet dan al zeker geen duimpje omhoog te doen. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn channel. Wat we vandaag gaan doen, ik ben nu dus naar Cindy en Christophe aan het gaan. Daarna moet ik eerst gaan tanken. En dan gaan we op naar Leuven om wat Pokéstops te doen en Pokémon's gaan te vangen. En hier is er wat veel aan de kringloopwinkel. Nee. Ja, we zijn dus in Leuven aangekomen en ik kom heel net een parade tegen. Heel eventjes wachten op Cindy en Christophe. Voilà, en nu op naar samen eens eten en nog verder Pokémon vangen. Ja, zo, het zit er weer al op, dat van Leuven. Dus van Pokémon te vangen. Ik heb er redelijk veel gevangen. Ik heb er ook redelijk veel moeten wegdoen, omdat mijn Pokémon inventory volledig vol is. En je ziet die echt. Shit, nu ben ik er weer voorbij. Maar ja, dat is geen twijfel. Nee, dus ik heb redelijk wel veel Pokémon's gevangen. Ik heb ook heel veel Pokéstops gedaan. Er waren momenteel ook twee lures aan. Pal en Centrum zelf bij de Quick. En ja, het was echt geweldig. En we hebben ook een fanfare gezien, hè. Dat was echt toppie. Dus toppie voor de fanfare. Hè? Dus blauw duimpje omhoog voor de fanfare. En wat hebben we dan daar nog gedaan? Dus we hebben daar gegeten in de Quick. We zijn ook nog binnen geweest in de Fnac. In de Fnac hebben ze dan gezegd, ja, kijk, dan moet je naar de Dieselstraat gaan. Naar die computerwinkel. Voor, ik heb een plugin nodig voor mijn computer. Ja, dan ben ik naar daar toe gegaan. Ja, dat verkopen ze niet. Oké, dan zijn we dan naar het centrum gegaan. Dus naar een Dingetwinkel. Daar is een even bevraagd. Ja, in die straat, daar hebben ze dat. In de Leistraat. Oké, dat is goed. Hup, zat er een naar de Leistraat. Dat was bijna een kilometer verderop. En om 6 uur sluiten dat. Dus we waren juist nog op tijd daar. Dat is dan uitgelegd. Maar ja, s'avonds met die uitleg. Wow, dat was ook weer al gênant. Wij kwamen er allebei niet aan uit. Ik hoop nu dat ik wel de juiste comforter kunnen hebben, dan kan ik eindelijk mijn beeldscherm op het containerpark gooien. Of nee, ik weet wat ik met mijn beeldscherm ga doen. Kom allemaal af naar mijn thuis toe, als jullie weten waar ik woon. En we gaan dus een beeldscherm-werpcompo organiseren. Competitieke. Wie kan mijn beeldscherm het verste gooien? Ja. Nee, dat doen we niet, hè. Dus, maar doe zeker en vast nog altijd mee met mijn, daar is sowieso nog altijd een wedstrijd geopend van van Frigo Medic en al. Dus je kunt een prijspakket te waarde van 100 euro winnen. Ja, je hoort het nog altijd goed, 100 euro, ik ben nog altijd niet vergeten. Dan ja, dus gewoon Frigo Medic 18.1, wat is de keyboard naam wat ik daar heb gewonnen. Hoeveel salon party was Frigo Medic 18.1 voor mij. En hoeveel juiste en foute antwoorden ga ik binnenkrijgen in mijn YouTube box.
Dus niet in mijn mailbox, niet een Facebook PM of zo. Alleen echt in mijn YouTube PM box. Maar nu ga ik jullie laten. Ik ben nu op weg nog even naar Sint-Truiden toe. Dan nog gauw iets doen. En dan terug naar, even naar Bordeaux toe. En dan naar huis. En dan zit mijn dag er volledig op. En dan kan ik thuis weer al... Ik ben bijna bij, dat mag ik je ook al gelukkig vrijstellen. Het heeft me echt dagen, weken gekost om mijn vlogs terug bij te halen tot vandaag. Voor te kunnen renderen. En ik ben blij dat ik daar bijna vanaf ben. Dus ik heb nog iets heel leuks voor jullie. Jullie mogen ook eens iets doen. Maar dat mag via mijn fanpage op Facebook gestuurd worden. In een PM dan. Stuur jou, ofwel via e-mail, stuur jouw leukste winterfoto's naar mij toe. En dan maak je daar een hele mooie compilatie van. Van al mijn kijkers die echt kijken en al. Met hun leukste wintercollectie foto's 2016. Dus stuur het door naar info@sycotv, allemaal aan elkaar vast, .be. Ofwel gewoon op Facebook zoeken, Psycho Fanpage. En dan komt het er ook automatisch erop, op mijn Facebookpagina. Oftewel stuurt je gewoon een linkje in de PM-box van YouTube, dat gaat dus ook allemaal. Of via Twitter gaat dat ook. Doe dan hashtag Psycho, dus S-Y-C-O-B-E-L van België. Dus B-E-L. En dan komt het ook bij mij terecht. Oftewel, apenstaartje of at. Psycho, dus S-Y-C-O-B-E-L. En dan komt het ook bij mij terecht, jouw foto. En dan download ik die en dan maak ik daar een hele mooie compilatie van. Tot straks. Ja, ik ben nu dus terug naar mijn huis aan het rijden. Ik ben ziek kapot. Het was een hele leuke dag, een hele vermoeiende dag. Ik heb al Pokémons gevangen. Ik heb er redelijk wat gevangen. Zo gelijk, ja, jullie kennen het al. De Sparrows, de Pidgeys, de Rattata's. Maar ik heb ook nog wel Electrode kunnen vangen, Magnemite. Dingen, Psyduck. En dan Shellder. Ik heb toch wel tamelijk veel Pokémons gevangen. Maar wat is, ik wist het niet allemaal uit mijn hoofd. En ja, dat waren ook genoeg pokestops en al, dus ik mag niet klagen. Voor de dag helemaal af te sluiten, ga ik nog even langs het gemeentehuis van Alkenrijden. Kijken welke gym daar momenteel aan de leiding is. En als daar bijvoorbeeld nog maar één of twee Pokémons in zitten van het blauwe team. Ik ben ziek kapot, maar die gaan er dan ook nog aan. Die gaan er dan nog heel schoon aan. Dus ik ga die nog kapot maken dan. En dan neem ik de gemeentehuis over. En dan staat er terug Psycho TV. Woehoe! Weer reclame, gratis reclame. Waarom niet via Pokémon Go? Ja, voilà, ik maak nu ook eigenlijk reclame voor dat spelletje. Hè. Dus als jij een gymgevecht wilt houden of zo, kom naar de gemeentehuis van Alke. En dan komt alles, maar ook echt alles goed. Want daar zijn ook drie pokestops: Waterput, de Kapelletje en de Holy Moly. Dat is de standbeeld die zo heet. De Holy Moly. Ik weet niet hoe komt dat die zo'n naam heeft gekregen, want ik ben ook naar die standbeeld gaan kijken. Dus ook naar het geschrift daaronder. Dat zijn allemaal gesneuvelde soldaten wat daar liggen. En
ik het zeggen? Er staat geen naam op. Of er komt niet zelfs het zinnetje The Holy Moly voor. Dus ik snap niet in een Pokémon Go spel, hoe komt het erbij dat jullie dat hebben, zo hebben genoemd, The Holy Moly. Dat wil ik wel weten. Maar voor de rest, het was een hele leuke dag in Leuven. Dan ben ik ook even naar Sint-Truiden gegaan. Maar het probleem is, waar ik altijd dan de gevechten aan ga voor de blauwe gym kapot te maken of de gele gym kapot te maken. En die dan te veranderen naar ons team, de rode team. Maar het probleem was, het was al in het rode team. Ik kon mijn Pokémon's er niet meer bij zetten dat de tijd al verstreken is voor Pokémon's daarin te zetten. Dus dat betekent dat ik ook weer geen Pikachu coins kon innen. Maar nu ben ik naar huis aan het rijden. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Ik ga hier deze keer afronden in mijn auto. Want ik ga gewoon in mijn bed kruipen. En dan slapen. Dus, ik herhaal het nogmaals. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer je zeker op mijn channel. Hier van boven, van hier van onder. Zijn daar hoe gekeken naar YouTube. En bijvoorbeeld, wat ik ook jullie kan aanraden is, bekijk ook mijn vlogs op jullie televisie. Dan moeten jullie gewoon swipen naar jullie televisie toe. En jullie kunnen mijn vlog dan op televisie kijken. De website, ja, daar heb ik ook nog even een mededeling van. www.psychotv.be Die ga ik laten bestaan. Maar er gaat sowieso niks meer bij komen. Vooral van website bijhouden, dan vloggen, dan nog renderen. Noem maar op. Kost allemaal tijd. Alleen ga ik nog de website gebruiken als ik binnenkort mijn eigen merchandise ga verkopen. Dus zo wil ik bed overtrekken, kussens lopen met mijn logo erop. Wat kunnen we dan nog? Dus zo wil ik t-shirts, mutsen bijvoorbeeld voor tijdens de winter, handschoenen voor tijdens de winter. Dus dat komt ook nog allemaal wel online te staan op www.psychotv.be. Maar ik ga nog eerst bekijken hoe duur dat het allemaal gaat zijn. Maar voor de rest, ga ik het hierbij laten. Ga ik nog even naar de radio luisteren terwijl ik naar huis aan het rijden ben. En dan ga je benchen in. Dus tot de volgende vlog. Bye bye, zwaai zwaai. En tot de volgende keer alweer. Nog één uitdrukking. Yo! En dan nog iets. Ik heb een goede tip gekregen van een vriend. In verband nog. Ik kan nog één keer over Lisa hebben. En dan heb ik die boek gesloten. Ja. Over Lisa nog even. Ik heb haar nummer geblokkeerd. Ze kan mij niet meer sms'en, ze kan mij niet meer bellen. Ik heb haar op Facebook geblokkeerd. Dit zeg ik nu ook voor mij goed, voor mijn vrienden goed, dat ik daar heb gezegd dat ik haar contact echt niet meer wil. Ik zeg het nu ook in een vlog, dat doe ik niet zo rap. Maar jullie, echt waar, jullie vrienden van mij hebben echt daar 100, wat zeg je nu 100, zelfs 1000% gelijk in. Je moet die gewoon laten vallen en laten vallen als een baksteen. En dat ga ik dan ook doen. Zal er nog even wel hulp bij nodig hebben. Vooraleer begin ik niet aan een nieuwe relatie. Ik sta nu te goed het boekje sluiten. En dan... dan kan ik weer al verder met mijn leven. Sowieso al in de zomervakantie. Ergens in de zomer ga ik verhuizen. Kijk weg van mijn stekske hakkenvalsraad. Nummer zei ik niet voor de veiligheidsredenen. Kijk van het hakkenveld verhuizen naar een andere locatie. Ik weet niet meer juist hoe die straatnaam heet.
Dus dat is een probleem. Maar ik weet wel al waar mijn woning ligt. En dat ze daar nu momenteel de herstellingen bezig zijn van de brand. Het is een nieuwbouw en daar heb ik toch Dus ik heb ook geen geluk in mijn leven. Tot morgen. Yo!